Deze video is mogelijk gemaakt door EA Game Changers. Hi Simmers, welkom bij een nieuwe video en dit keer is het zover. We gaan spelen met The Sims 4 Studentenleven. Voor mij echt wel een van de thema's qua pakketten die tot mijn favorieten behoren. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe het in elkaar zit en hoe het gaat zijn qua gameplay. Nou, ik zelf ben al helemaal klaar voor. Ik ben natuurlijk zelf ook een student en ik had een paar jaar geleden een uitwisseling naar Amerika. Dus ik heb die schooltrui nu aan. Ik zit er helemaal klaar voor. En mocht je trouwens nieuw zijn op mijn kanaal, ik ben Kim, ik speel The Sims en abonneer vooral. Maar laten we dus nu gaan kijken wat voor simmetjes ik heb gemaakt voor deze Let's Play. Nou, dit is Casper Marinus. Dat is een van de twee Sims waarmee we gaan spelen. Er zijn geen nieuwe eigenschappen bij de Sims voor Studentenleven. Er is wel een nieuw doel. Die heeft hij ook gekregen. Dat is dus de academicus doel. En dat heeft echt te maken met het doorlopen van een studieperiode en het vinden van een baan. Dus dat vond ik wel leuk om bij hem te doen. En op dit moment is hij een beetje nerdig. Hij is heel slim, hij is goed, hij is perfectionistisch. Met hem wil ik ook echt gewoon blokken en goede cijfers gaan halen. En je ziet ook al een beetje, hij heeft een brilletje. Hij heeft niet de meest hippe kledingstijl. Dit is onder andere nieuw van het pakket. De schoenen die hij aan heeft zijn nieuw van het pakket. We kunnen nog even de andere outfits doorlopen. We hebben nog een tweede alledaagse outfit. Hier heeft hij een nieuw shirt van het pakket. De nieuwe joggingbroek en ook weer diezelfde schoenen. Maar formeel heeft hij de nieuwe blouse. Hij heeft trouwens ook het nieuwe kapsel. En we hebben hier nieuwe sportkleding. We hebben hier, ja, het shirt is nieuw. De rest is gewoon, dat was er al van andere pakketten. Nou hebben we hier een nieuwe bovenkant. Dan hebben we, ja, zwemkleding. Ik zat volgens mij niks nieuws bij, nee. Dan hier ook een nieuwe bovenkant. En de hele outfit, nee, de broek niet. Het gaat hier ook om de jas. De jas die is nieuw. Dit is dus Casper en ja, met hem wil ik dus een van die nieuwe carrières gaan pakken die in dit pakket zit. Want je kan onder andere dus in de justitie gaan werken als advocaat of rechter volgens mij. En dat lijkt me dus leuk om met hem te doen. Dus hij is echt zo'n, ja, echt een beetje een nerdje. Hij is ook heel erg slim. Ik heb hem de eigenschap geniaal gegeven. En met hem gaan we gewoon echt blokken en het nerderige kant van een student, weet je wel, de perfectioniste, degene die altijd tienen haalt. Dat gaan we dus met hem proberen te doen. Maar hij heeft ook een zus en die zus zit heel anders in elkaar. Dat is Kato. En Kato is een wat ander typeje. Omdat er maar één nieuw doel was en ik ze niet hetzelfde verhaallijn wil gaan spelen, heeft zij dus een ander doel gekregen. Ik heb haar Wiskit gemaakt. Zij is een beetje een stoere chick. Ze is ook zelfverzekerd. Ze is romantisch, maar ook een heet hoofd. Dus het is een pittige dame. Lekkere opvallende haarkleur. Ze heeft ook de nieuwe piercings die in het pakket zitten. Ze heeft ook allerlei nieuwe tatoeages. Eén in haar nek. Nou, er zitten hier één op de arm, er zitten hier nog één op de arm en er zit nog één op de voet. Dus die gaan we zo wel zien. Nou, dit is een compleet nieuwe outfit. Losse boven- en onderkant en nieuw haarstijl, nieuwe schoenen. En ik vond het echt leuk. Ik zag deze broek, het gaf me echt zo'n 90s vibe. En toen dacht ik van, oh, dat is wel leuk om voor een dame echt zo'n stoere chick mee te gaan maken. Nou, dan heeft ze ook nog een nieuwe tuinbroekset aan. Dan hebben we bij formeel. Dit jasje is nieuw, de broek niet. Het zat al in het spel. En de schoenen zijn nieuw. Ik wilde toch iets formeels, maar ik wilde het niet te netjes bij haar. Dus het is wel netjes, maar het is nog steeds wel een stoere chick. Dan hebben we sportkleding. Nou, alles is nieuw wat je ziet. Slaapkleding. Het is een jurkje wat niet onder nachtkleding valt. Maar toen ik hem zag voor het eerst, toen had ik echt zo'n, ja, avond Japon, ja, Japon vibe. Dus ik dacht, ik ga die aan haar geven. Je ziet hier trouwens ook de bloemenpiercing en je ziet hier een soort van formule. En hier nog een zonnetje, want het leek me wel grappig dat ondanks dat ze een heet hoofd is, dat ze zo nu en dan wel bezighoudt met yoga en met mediteren. Dus dat leek me wel een heel grappig iets, omdat ze dus weet, ik ben een heet hoofd, ik moet af en toe even afkoelen. En die formule is omdat zij dus de stoere chick van de twee is en met haar wil ik een beetje wat meer gaan feesten. Maar ik wil met haar ook het werken aan die robots gaan doen. Dus dat lijkt me, daarom dacht ik, dan gaan we zo'n gekke formule op de armen zetten. Dan hebben we nog feestkleding. Nou, dit is ook een nieuw jurkje met hier aan de zijkant. Dat lijkt me heel grappig als je dan een keer gaat zonnen. Om dan te zien wat er gebeurt met de arm van je sim. Dan zwemkleding is gewoon dingen die al in het spel zaten. Dan is dit ook nieuw. En het leuke aan deze is dat hij een hele bijzondere achterkant heeft. Kijk, als je hem gewoon zo van voor ziet, dan denk je, oh, heel casual.
Maar als je hem dan van achter ziet, dan denk je, oh, dit is echt iets voor een warm weer outfit. Die rok vind ik heel tof. Die is nieuw. En dit is diezelfde broek die ze aan heeft bij de alledaagse outfit met een trui. Gewoon, weet je wel, dat ze dit aan heeft. En als het koud is, dat ze dan die trui omwisselt voor zo'n dikkere lang of desnoods eroverheen aandoet. Het kan, zeg maar. Want de broek en de schoen heb ik dus expres hetzelfde gehouden. Maar dit zijn dus Cato en Casper. Een beetje zo'n nerdige sim waarmee we echt de ideale student gaan uithangen. En een stoere chick waarmee we dus robots gaan ontdekken en de feestjes. Nou, welkom in Brightchester en welkom in Gibbs Hill. En Brightchester is een beetje geïnspireerd op het Verenigd Koninkrijk en Europa. En ook qua weer, dus we kunnen best wel vaak bewolkt weer verwachten. Zo nu en dan ook zelfs regen. Maar als ik een beetje zo rondkijk, dan zie ik ook echt wel Europese invloeden. Want een beetje zo deze straatjes en dan met deze grachten en hoe dit zo naar beneden loopt. Dat doet me echt denken aan Parijs. Daar ben ik een keertje geweest voor een weekendje. En als je dan deze trapgevel ziet en hoe hoog deze panden zijn, dan doet het me echt denken aan van die grachtenpanden in Amsterdam. Dus dat vind ik echt leuk. Het voelt toch een beetje als thuis aan. En we hebben natuurlijk ook al dat we kunnen fietsen in deze uitbreidingspakket. Dus dat geeft nog een extra Nederlandse touch. Maar je ziet ook, dit is ook zo'n heel hoog gebouwd huis. Dus er zitten zeker Nederlandse elementen in. Nou heb ik ze hier niet in dit huisje gedropt, want er zat eigenlijk maar één bed. Ik heb snel twee bedden neergezet. Maar ik heb ze eigenlijk niet in dit huisje gedropt om ze serieus hier te laten wonen. Want we gaan natuurlijk gewoon kijken hoe dat nou in zijn werk gaat met z'n studeren. Nou wil ik kijken, hij mag eerst maar even debatteren oefenen. Dan kan hij een vaardigheidspunt verdienen. En zij mag gewoon direct, want zij is natuurlijk wat minder voorbereid. Hij is de slimme nerd van degene. Ja, ze komen nou eenmaal met nul vaardigheidsniveau, zoals je met de nieuwe sim begint. En ik had eerst geprobeerd toen ik een sim ging maken om met een verhaallijn te doen. Maar ja, dan kan je natuurlijk niet je eigenschappen kiezen en niet je doel kiezen. Toen dacht ik, ja, het is wel fijn om vaardigheidspunten te hebben. En op zich is dat ook wel te cheaten. Maar laten we gewoon kijken, hoe goed is dit pakket eigenlijk te spelen als je gewoon met nul begint? Want je kan natuurlijk ook een familie hebben dat je, nou ja, dat je zo'n kind laat geboren worden en dan wordt het ouder. En dan vanaf tienertijd kan je dus werken aan het halen van 10 op de middelbare school. Je kan werken aan allerlei vaardigheden, zodat je zo hoog mogelijke vaardigheidspunten verdient. En dat heeft ontzettend veel nut als je eenmaal gaat studeren. Want als je een 10 krijgt, kan je zomaar een studiebeurs krijgen. Als je bepaalde vaardigheden heel hoog hebt, kan je een studiebeurs krijgen. En dat maakt de universiteit natuurlijk wel een stukje makkelijker. Maar hoe is het te doen met twee sims die gewoon nul hebben? Gewoon niks. Dus we gaan kijken. Universiteit. We kunnen ons aanmelden. We kunnen het ook onderzoeken. We hebben nog beurzen. Een voormalig studiebegeleider. Laten we even het infopakket van de beurzen bekijken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ondertussen is de broer debatteren aan het oefenen. Dus misschien ja, niveau 1, niveau 2 zou tof zijn. Oké, ken je beurzen? We hebben dus gerenommeerde beurzen. Sims die geaccepteerd zijn voor de gerenommeerde graden komen automatisch in aanmerking voor een beurs. Oh, want je hebt gewone graden en je hebt gerenommeerde graden. En als ik dat een beetje vergelijk met het Nederlandse HBO en universiteit, dan denk ik een beetje dat de gewone graden is een soort van bacheloropleiding. En dus HBO-niveau en dan de gerenommeerde graden moet ik een beetje denken aan masters. Dus echt die universitaire opleidingen. Dat is hoe het op mij overkomt. Maar als je dus in een gerenommeerd graad terechtkomt, dan krijg je dus automatisch al een beurs. Dat is heel fijn om te weten. Het aantal is afhankelijk van de hoeveelheid gerenommeerde beurzen waarvoor ze geaccepteerd zijn. Wat wel een beetje jammer is, is ik had heel graag Casper dus een gerenommeerd graad gegeven. Maar we hebben gewoon nul vaardigheden. Dus dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. We kunnen op een later moment kijken of het misschien wel lukt om over te stappen van een gewoon naar een gerenommeerd graad. Zolang hij nog niet is afgestudeerd. Dat is een tricky dingetje. Het werken aan de cijfers en vaardigheden van de sim kan tot meer graadacceptaties leiden. En ook dus tot meer beurzen. Je hebt dus ook vaardigheidsbeurzen. Dus als je een bepaald vaardigheid op een hoog niveau hebt, dan kan je op de basis van die vaardigheid een beurs krijgen. Ik zie bijvoorbeeld koken, vissen, handigheid, tal van andere dingen. Sportbeurzen en e-sportbeurzen. Dus het voetbalteam of een e-sporter zijn. Dan hebben we de behoeftegebaseerde beurzen. Elke sim heeft recht op een universitaire opleiding en de op behoeftegebaseerde opleiding voor iedereen.
en helpende handbeurzen. Dus dan moet ik eigenlijk een beetje denken aan studiefinanciering, wat wij dus in Nederland hebben. Die zijn ontworpen om Sims uit huishoudens met minder financiële middelen een kans te geven. Nou, ze hebben 1700 euro, dus ik weet niet hoe weinig je moet hebben om kans te maken. Maar Sims met weinig spaargeld en eigendommen worden aangemoedigd om een aanvraag te doen. En dan hebben we dus carrièrebeurzen. Sims die op jongere leeftijd al enige ervaring op de arbeidsmarkt hebben. Dus als je als tiener of jongvolwassen al succes hebt geboekt op je werk, dus promotie hebt gemaakt, dan heb je dus ook nog kans op een carrièrebeurs. En dan heb je de bewonersbeurs. En het is dus afhankelijk van welke woonplaats je woont. Want ik weet dat er is een Willow Creek Grant of zo. Ja, zij wonen nu in Brightchester. Ik hoop dat daar dan ook een beurs voor is. Want je kiest al voor een studentenstad. Dus dan is het misschien wel leuk als je daar voor beloond wordt. Laten we in haar geval dan maar meteen kijken. Universiteit. Beurzen. Een beursaanvraag doen. We kunnen de onderwijs voor iedereen. Sims met heel weinig huishoudkapitaal kunnen deze beurs aanvragen. Oh, en een Brightchester bewoner. Dus omdat we in Brightchester wonen, komen we in aanmerking voor deze beurs. Je moet je wel eerst inschrijven. En deze... Oh, je moet je eerst inschrijven bij een universiteit om dus die beurzen te krijgen. Kan je er ook op klikken? Wat gebeurt er nu? Gaat ze hem nu aanvragen? Ja, ze gaat hem aanvragen. En beurs zeker. De sim die denkt een volledige beurs op zak te hebben, barst van het zelfvertrouwen. En wat kunnen we nog meer? We kunnen natuurlijk ook de universiteiten onderzoeken. We hebben de Universiteit van Brightchester. Dat is dus de oude klassieke universiteit die er is. En op een later moment is Foxbury Institute erbij gekomen. En dat is de wat meer modernere richting. En ik zit te denken om ze eerst allebei naar Foxbury te doen. Misschien dat een van de twee op een later moment een overstap doet. Dat weet ik nog niet. Maar even kijken, de Universiteit van Brightchester heeft een millennium aan geschiedenis binnen zijn indrukwekkende muren. Trots op zowel onbekende als koninklijke studenten zelfs. Goed opgeleide, rechtschapende sims die klaar zijn. Dan heb je dus de gewone graden, biologie, computerwetenschap, economie, natuurkunde, psychologie en schurkigheid. Dat was ook al in zo'n blog te vinden. En de gerenommeerde graden, dus een beetje een hoger niveau. Kunstgeschiedenis, communicatie, culinaire kunsten, drama, schone kunsten, geschiedenis en taal en literatuur. En op Foxbury Institute is het dan precies andersom. Dus wat hier de gewone graden zijn, zijn bij Foxbury de gerenommeerde. En wat hier gerenommeerd zijn, is bij Foxbury gewoon. Vind ik eerlijk gezegd ook weer een beetje jammer. Want ik had het ook leuk gevonden als je een paar graden echt alleen op Brightchester kon doen. En een paar graden ook echt alleen op Foxbury kon doen. Weet je dat je 1/3 van de vakken kan je dan alleen op de ene doen. 1/3 van de vakken kan je op de andere doen. En 1/3 van de vakken is inderdaad een beetje verdeeld zoals dit. Met sommige zijn gewoon, sommige zijn gerenommeerd. Dat had ik leuker gevonden dan dat je sowieso altijd wel naar Foxbury kan gaan. Of altijd wel naar Brightchester kan gaan voor dezelfde opleiding. Kijk, dat is in Nederland niet het geval. Mijn opleiding was zelfs maar op één school. Dus ik had niks te kiezen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Nou, dan gaan we ook nog even de informatie van Foxbury krijgen. Nou, het zal niet heel veel belangrijke nieuwe weetjes zijn die we gaan krijgen. Urbanae? Casper is lekker bezig. Kijk, Foxbury. Oh, we hebben ook nog organisaties. Ja, en hier is het dus precies andersom. Qua die graden. En wat is hun tekst? Een eerste klas universiteit. Moderne campus. Indrukwekkende voorzieningen. En tal van alumni. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Alumni is het in het Engels. Innovatieve leiders. Academie is altijd op zoek naar studenten die groot durven te dromen. Kijk, ik heb de neiging om deze twee nu naar Foxbury te sturen. Want dat is dus de modernere campus van de twee. Dat trekt mij persoonlijk als student aan. Ik vind Brightchester Universiteit ook wel iets hebben. Want het heeft echt het hele klassieke pand gebeuren. En het lijkt me leuk om Casper daar op een later moment naartoe te sturen. Maar het is een beetje afhankelijk van wat hij nodig heeft voor het juridische. Want misschien blijven we gewoon bij Foxbury. We kunnen altijd nog in een andere Let's Play ook die andere school pakken. Maar ja, laten we maar universiteit aanmelden bij universiteiten. Dat kost je ook nog geld. In Nederland is dat soms het geval. Want soms moet je bijvoorbeeld een presentatie of iets doen. Moet je natuurlijk wel spullen voor je presentatie kopen. Als je bijvoorbeeld een kunstopleiding wil, moet je je portfolio meenemen en zo. Maar dat je moet betalen om je überhaupt te mogen aanmelden. Dat is ook wel heel bijzonder. En wat ik ook heel apart vind. Je meldt je aan bij meteen allebei de universiteiten. Het is niet dat je er eerst specifiek voor één moet kiezen. Casper die heeft al een onderzoek en debatvaardigheid opgedaan.
Dankzij de nieuwe onderzoek en de debatvaardigheid van Casper kan hij werken aan het opbouwen van overtuigende standpunten, ondersteund door feiten en cijfers. En dat vond ik belangrijk dat hij dat dus gaat doen. Want het is toch wel belangrijk als je advocaat bent. Dan moet je dus altijd dat soort dingen gebruiken in een rechtszaak. En de aanvraag van Cato is ingediend. De universiteit zal de aanvraag bekijken. En de uitkomst over enkele dagen versturen. Oh, dus het kan nog wel eventjes duren. Het is niet dat je meteen over een uurtje de taxi pakt en we gaan naar de universiteit. Oh, ze is nu meteen lekker aan het gamen. Waarom ook niet? En hoe gaat het met jou? Want jij bent inmiddels ook lekker bezig geweest. Kijk, niveau 1 is al bijna voltooid. Kan je dat studentengebeuren ook op je telefoon doen? Of moet het echt op een computer? Even kijken. Oh, we kunnen ook vaardigheidslessen bijwonen. Dat is ook nieuw met dit pakket. En dat kan je zowel als student als niet-student doen. Dus dat vind ik interessant. Nee, hij moet echt op de computer. Nee, weet je, hij mag eerst al even een vaardigheidsles bijwonen. Doe dat maar. Gaan we met haar even wat doen. Ja, ze kan niet heel... Ja, ze is aan het gamen. Dat is op zich niet heel slecht. Computerbeveiligingsinstellingen. Oh ja, dat is ook nieuw. Je kan de computer dus vergrendelen. En dat is heel fijn als je bijvoorbeeld een studentenkamer hebt. En dat je een huisgenoot hebt, een kamergenoot hebt. Dat niet zomaar Sims. Want het is echt een dingetje. Als je bijvoorbeeld een feestje hebt of je nodigt Sims uit. Het eerste wat ze doen is altijd naar je computer lopen. En dan gaan ze spelletjes doen. Even kijken, wat gaan we Casper laten doen? Ik wil iets wat dus handig is voor zijn studie. Even kijken. Want ik zit te denken, misschien charisma kan handig zijn. Want het lijkt me wel een vaardigheid die je moet hebben als je dus advocaat wordt. Ik weet dat voor zijn doel, daar kunnen we zo ook nog even naar kijken. Daar moet hij dus deporteren voor hebben. Ik weet niet of die hierbij staat. Ja, onderzoek en debat. Oh kijk, robotica staat er ook bij. De dierenarts staat er zelfs bij. Kijk, je kan echt van alles. Eigenlijk alles wat er is, kan je doen. Nou, we gaan hem dus naar onderzoek en debat sturen. Het zal wel een rabbit hole ding zijn. Dus hij gaat nu van de kavel af. Ga maar lekker leren. En het seizoen waar ik trouwens voor gekozen heb, misschien was je al opgevallen, maar het is herfst, want ik heb natuurlijk ook jaargetijden. Vond ik wel heel mooi, want het begin van een schooljaar is natuurlijk september. Dus dan begint de herfst, dus dat vond ik wel heel mooi om daarmee te beginnen. Kunnen we al de tussenstand even kijken? De aanvraagstatus controleren. De aanmelding moet nog worden afgerond. Neem snel weer een kijkje. Dat is jammer. Kijk, Casper is meteen niveau omhoog. Wat ik wel met haar wil doen, dat is ook nieuw. Dat is bij een baan vinden. Je hebt op de scholen heb je van die organisaties. Dat werkt een beetje hetzelfde als het clubsysteem. Dat kunnen we zo ook even laten zien. Dat is hier. Want je hebt natuurlijk dit clubsysteem, dat kennen we al van Beleefd Samen. Maar laten we eerst even gaan kijken naar de sportteams. Want je hebt dus... moet ik hem even zoeken. Waar staat die? Kijk, hier juridisch, dat is wat ik wil voor Casper. Ik dacht dat ze hierbij stonden. Oh, het staat er niet bij. Nou, ik dacht dat het hierbij stond iets over een voetbal. Oh, je bent natuurlijk nog geen student. Je moet eerst student zijn, dat is het. Ja, er is een e-sports team en er is een voetbalteam. En die kan je dus joinen en dat moet je dus via een baan vinden doen. Maar dat is alleen voor studenten. Dat zijn ze nu natuurlijk nog niet, dus het staat er helemaal niet bij. Maar we hebben ook, dit clubsysteem is natuurlijk van Beleefd Samen. Maar je hebt dus ook verenigingen van de universiteit. Maar omdat we volgens mij nog niet ingeschreven staan, kunnen we dus dit nog niet bekijken. Oh, we kunnen het wel bekijken. Kijk, op Foxbury heb je de botgeleerden. Nou, dat vind ik sowieso tof om te doen voor Cato. Dan heb je de geestdrifters. Oh, die houden van gezelligheid, zuipen, feesten. En dan heb je de knappe koppies. Nou, dat is misschien dan weer iets voor Casper. Wat ik wel... Oh, kijk. Deze is van 12 tot 6 en deze is van 6 tot 10. Dus ik dacht, het is allebei op zondag. Maar je kan dus meerdere dingen joinen. En Brightchester heeft een kunstvereniging. Dat zagen we ook in die trailer toen. Met die aankondigingstrailer, met die schilderijen en zo. Dan heb je de geestdrifters ook. Ja, de geestdrifters hebben ze allebei. Dus zowel Foxbury heeft dat als Brightchester. Dat is een beetje de cheerleaders van de school. Niet dat ze echt cheerleaders zijn, maar dat zijn van die typische mensen die dan gewoon trots zijn op hun school. En je ziet ook dansen, groepsles, groepsschilderen, weet ik veel allemaal. En dan heb je de debatclub.
Dat is wel jammer. Die zit dus alleen hier. Die zit dus niet ook hier. Nou, hier heb je dus de knappe kopjes. Ja, moeten we ook even op wachten. Ja, en als we dan bij Casper gaan kijken, hij heeft dus dat nieuwe doel. En dat niet de beloningenmarkt, dat sterretje moet ik hebben. Hij is dus nu eerstejaars. En dan moet hij dus niveau 3 hebben van de onderzoeks- en debatvaardigheid. Nou, daar is hij lekker mee bezig, want hij heeft al 2 van de 3. En hij moet zich inschrijven voor een universiteit, dus dat gaan we straks ook met hem doen. Dan moet hij de onderzoek- en debatvaardigheid naar niveau 5, een gastcollege bijwonen en een vak met de 10 afsluiten. En daarom heb ik hem dus voor hem gekozen, want ik vond hem daar dus echt zo'n type voor. Een semester met een 8 afsluiten, een studentenbijles geven. Oh, ik moet zelfs een les geven. En niveau 6. En als laatste moet je tot, oh, niet eens tot 10, maar tot niveau 7 je diploma halen. Kennis bijdragen via het onderzoeksarchiefmachine. En met behulp van een graad een baan bemachtigen. Dus dat is echt afstuderen en dan ook gewoon echt een baan krijgen met je graad. Dat is leuk om met hem dus te gaan proberen. Oké, ik heb dus eventjes doorgespeeld. Ik ben een beetje met de twee wat vaardigheden gaan leren. Een beetje kletsen met elkaar. Een beetje plezier laten doen met z'n tweeën. Kato heeft ook nog een klusje gedaan, zodat ze wat geld hadden verdiend. En deze dinsdag kwam de postbode langs en is de toelatingsbrief van Kato binnengekomen. En dan krijg je dus dat je bij allebei de scholen wordt je dan geaccepteerd voor de reguliere graden. Maar ja, Kato is dus niet in aanmerking gekomen voor de gerenommeerde graden. Dat is wel een beetje jammer. Ik wil met haar. Ja, wat gaan we doen? Dat vind ik een lastig dingetje. Want aan de ene kant heb ik met haar de neiging om computerwetenschap te gaan doen. Want ik denk dat het leuk is als zij dus iets gaat doen in de e-sport. Als zij dus iets gaat doen in het gebied van robot en zo. Maar ik vind het jammer dat dat niet ook een reguliere graad is op Foxbury. Want Foxbury Instituut past daar echt bij dat hij het en als gewoon graad aanbiedt en als gerenommeerd graad. Maar dat doen ze dus niet. Dus ik zit nu een beetje te denken of er misschien iets anders is wat ik haar eventueel zou kunnen laten doen. Ja, communicatie zou misschien handig zijn of taal en literatuur. Ja, ik denk dat we anders maar gewoon bij haar voor de computerwetenschap moeten gaan. Ik denk dat we maar voor die school moeten gaan. Maar we zijn dus in ieder geval aangenomen. En nu? Wat gebeurt er nu? Oh, ze voelt zich ongemakkelijk, want het bad was van lage kwaliteit. Oh, oké. We kunnen ons dus nu. Ja, we hebben geen baan. Ik neem aan dat als je op school zit. Ze maakt het meest kans om het onderwijs voor iedereen. Die is voor 500 en die maakt ze ook kans op, maar die is 350, die Brightchester-bewoner. Dus we gaan wel voor onderwijs voor iedereen. Die hebben ze allebei. Misschien dat hij nog wat andere dingen erbij heeft gekregen. Maar universiteit, oké. Oh, ja hoor. Gratis oordopjes, waarom niet? Ja, ze kan haar aanvraagstatus nog controleren. We zijn al aangemeld. Laten we ons gaan inschrijven. En dan is het nog even wachten. Hopelijk komt vandaag ook de brief voor Casper. Maar ik vrees dat het voor hem morgen komt. Omdat de postbode dus al langs is geweest. Dus hij moet nog even een dagje wachten. Maar Cato, die is binnen. Casper heeft alles uit de brievenbus gehaald. Ja. De inschrijfgids. Kies een universiteit om dit semester te bezoeken. Elk semester duurt 1 week. En dat is dus 5 werkdagen. Dus stel je begint op zondag. Dan heb je maandag tot en met vrijdag gewoon les. En het weekend telt zeg maar niet mee. Dus het gaat om 5 Sims-dagen. Maar wij beginnen dus. Ja, het is nu dinsdag. Ik weet niet of ze deze dinsdag meetellen. Want dan is het van dinsdag tot en met de maandag erop. Maar we kunnen dus gaan kiezen voor welke school we gaan. Ja, en ik wil haar wel direct aan de goede opleiding laten starten. En ik wil. Ja, of niet. Dat kan ook nog een dingetje zijn. Weet je, we gaan met haar gewoon iets anders doen. Oh, ik weet het niet. Oh, ik ben echt zo twijfelachtig als het gaat om dingen kiezen. Want we kunnen van alles doen. Oh, we moeten nu ook echt kiezen. Ja, weet je, zij gaat. We gaan gewoon voor Foxbury. Ik wilde sowieso naar Foxbury met deze twee. Dus we gaan gewoon voor Foxbury. En dan kunnen we dus kiezen. We hebben communicatie, wat ik interessant vind voor haar. Staat er ook bij wat je ermee kan. Oh, kijk. Humanitair organisator, journalist, management, public relations. Hier staat het erbij. Psycho. Kunnen we niet aanklikken. Staat er wel bij wat je ermee kan worden? Nee. Taal en literatuur, auteur, freelance schrijver, privéadvocaat. Kijk, taal en literatuur, daar kan je dus advocaat mee worden. Dat gaan we dus aan Casper geven. Wat ga ik aan haar geven? Oh, hier kan je een heleboel dingen mee worden. Boeketdesigner, kunstenaar, modefotograaf, muzikant,
Realistische meester stylist. Dat zou ook nog wat voor er zijn, trouwens. Dan heb je nog kunstgeschiedenis. Dat zijn al die dingen die met kunsten... En je hebt gewone geschiedenis. Oh, dat zijn allemaal die... Oh, kijk, rechter, politicus, officier. Drama. Oh, kijk, actrice. Oh, dat is ook interessant. Dan kan je dus hoger instappen. We hebben de culinaire kunsten. Ja. Ik denk... Dit is ook wel interessant. Public relations. Dat is natuurlijk wel in de technologie sector. Dus dat vind ik misschien ook nog wel leuk voor haar. Maar ik denk dat zij nog zo'n typeje is dat nog een beetje aan het zoeken is. Weet je wel? Zo iemand die dan nog wisselt. Van... En communicatie is echt wel iets algemeens. Ik vind het wel leuk. Ter ere van mijn zusje die afgelopen juli haar diploma heeft gehaald. HBO-diploma in het vak communicatie, in het graad communicatie, gaan we nu bij haar kiezen voor communicatie. We gaan dan voor 2 vakken in de week. Dan krijgen ze inleiding tot de communicatie, media, technologie en cultuur. We kunnen nog een keuzevak doen. Oh, kijk eens aan. Oh, dit zijn ook hele compleet andere dingen. Kijk, je kan raketwetenschap en zo. Waarschijnlijk leer je hier dan wat vaardigheden uit. Timeouts in en uit. Zou dat ouderschap zijn? Mediaproductie, raketwetenschap, dit zal iets met koken zijn, archeologie, charisma, wat is brunch? Ja, het hoeft niet natuurlijk. Nee, weet je, we beginnen met haar gewoon 2 vakken en een beetje feesten en rondneuzen. Of we doen er 1 en dan doen we charisma. Charisma kan je altijd wel gebruiken bij heel veel dingetjes. Dus we gaan voor 1 vak, je hebt 12 vakken nodig om af te studeren, maar zij is nog zo'n beetje zo'n dwarrel, weet nog niet precies wat ze wil. Wij ondertussen wel al natuurlijk. Maar zij gaat gewoon voor 1 vak. En dan een optioneel keuzevak. En dan neem ik dus aan dat je dus hier charisma mee gaat leren. Dan, waar gaan we wonen? Oh ja, we kunnen verhuizen. Maar ik wil graag met allebei. En als ik hierheen ga, dan gaat ze dus alleen. Dus we blijven nu nog even thuis. En dan wil ik in de toekomst dus gaan verhuizen met 1 van de 2. Of met allebei het liefst. De kosten zijn... Krijgen we niet eens geld terug? Dat is 240 plus 240. De beurs is 500. Dat krijg je dus niet terug. Betaalopties. Ja, met huishoudkapitaal. We hoeven niks te betalen. Dus dat is helemaal mooi. Hoppatee. Ze is ingezet. Oh, we krijgen het wel terug. En dan hebben we hier het collegeschema. Ze zit dus op Foxbury Instituut. Met een communicatieopleiding. Ze heeft nog geen gemiddelde. Ze hoeft op dit moment maar 1 vak te volgen. En dat is op maandag, woensdag en vrijdag. Het inleiding tot communicatie. En het charisma is ook op maandag, woensdag en vrijdag. Ja, deze is dan van 11 tot half 1. En deze is van 3 tot half 5. Nou, dat klinkt leuk. Ik zou ook wel zo'n rooster willen. 3 dagen school. Voor 3 uurtjes per dag. En klaar. Ja, nou wordt het spannend, want hij krijgt wel het huiswerk ook in de inventaris. Kijk, ja, dit is het huiswerk. We gaan het huiswerk voor de charisma wel maken, doe dat maar. Nou, Cato zit op Foxbury Instituut met het opleidingsprogramma Communicatie. Oké, goed nieuws. Ook Casper is inmiddels toegelaten. Het bleek dus niet te zijn dat het door de brief lag die we hadden gekregen van de postbode al, denk ik wel, dat die ook was gekomen als je dus de computer niet in de gaten had gehouden. Want ik had Cato toen ook gevraagd gisteren om haar aanvraagstatus te controleren. Dat heb ik dus nu net ook met Casper gedaan. En toen kregen we dus de toelatingsbrief. Maar ik denk als je te lang wacht dat je dan alsnog de postbode krijgt die dan de toelatingsbrief stuurt. Ook Casper die mag aan de studie beginnen. En, dit is even extra interessant, Casper heeft zelfs een aantal gerenommeerde graden gekregen. Hij kan economie of psychologie doen op Foxbury. Of hij kan geschiedenis en taalliteratuur zelfs doen op Brightchester. Dus dat is super tof. Hij kan gewoon een gerenommeerd graad gaan doen. Ondertussen is Cato trouwens net naar haar eerste college geweest. En het jammer daaraan is dat alle colleges rabbit hole zijn. Dus je kan er niet zo heel veel mee. Maar als we dus kijken van, je krijgt op een gegeven moment zo'n melding van start van het semester. Dat het 5 weekdagen duurt en dat je zelf het lesprogramma in de gaten moet houden. Wanneer je huiswerk moet maken, wanneer je moet studeren, wanneer je moet eten. En als er tijd over is, wanneer je kan relaxen.
Dan krijg je nog een melding, begint over een uur, dan gaat ze naar college. Weet je wel netjes wat je gewend bent met werk? Nou, dit was volgens mij de college die bij de vaardigheidsniveau hoort, dat bonusvak wat we hebben gedaan. Dus ze heeft de charisma is wat omhoog gegaan. Ja, en toen kwam, toen kwam ze terug. Kato heeft hard genoeg gewerkt voor een redelijk cijfer. Hoewel er een paar andere studenten waren die proactiever leken te leren. Maar Kato denkt dat het wel bij zal dragen aan haar eindcijfer. Daar kunnen we zo eventjes naar kijken hoe dat bij haar is gebeurd. Even kijken. Welk vak had ze? Inleiding tot communicatie. Oh nee, dit was haar gewone. Daar leer je dus ook de charismavaardigheid bij. Maar ze heeft nog geen gemiddelde. Ik zie ook nog niet echt een eindcijfer of zo. En het huiswerk was maar 25%. Ze ging uit zichzelf huiswerk maken. Ik denk, nee, straks doet ze het nog beter dan de broer. Dat is ook niet de bedoeling. Maar oké, hij mag zich gaan inschrijven voor de universiteit. Helaas zijn er geen nieuwe beurzen bijgekomen. Daar had ik tussendoor ook nog een beetje op gecheckt. Want ik heb natuurlijk wat meer aan zijn vaardigheden gewerkt. Maar omdat er dus eentje van 4 bij zit, denk ik dat hij daarom een aantal gerenommeerde graden heeft aangeboden gekregen. Dus het werkt ook echt als je bijvoorbeeld 1 of 2 dagen nog eventjes wacht om te kijken of je de vaardigheidsniveaus een beetje omhoog kan krikken voordat je dus je gaat inschrijven. Ja, je was aan het kletsen. Stop maar met kletsen. We willen ons gaan inschrijven. Dus dat, we gaan ook naar Foxbury Instituut. We gaan gewoon samen. En hij kan dus een aantal gerenommeerde doen. Hij kan economie gerenommeerd doen. Dan kan hij dus administrateur worden of investeerder of milieumanager. En psychologie gerenommeerd. Geheim operator, een hoogleraar, een superspion, rechercheur. En dat was het. Dat zijn de enige 2. Oh, ik wil met hem de justitie in. Ik dacht misschien werkt psychologie daar wel bij. Weet je, dan gaan we het idee doen wat ik dus eerst in mijn hoofd had. Hij gaat beginnen met iets anders waar hij dus voor advocaat kan. Kijk, deze is rechter, geschiedenis. En het gerenommeerde geschiedenis zit aan de andere universiteit. Dus dan taal en literatuur kon je, kijk, daar kan je advocaat mee worden. Ik ben wel benieuwd, wat vinden jullie? Moet Casper advocaat worden of gaan we voor de ultieme justitiebaan van rechter? Wat vinden jullie? Laat het weten. We beginnen op dit moment met taal en literatuur voor privéadvocaat. We gaan hem het gewoon meteen lekker druk maken. Dus hij krijgt 3 vakken. Qua keuzevakken. Dagelijkse kerstliedjes. Dat zal wel de zangvaardigheid zijn. Dobbers en andere drijvende zaken. Wel iets wat bij hem past. Geschiedenis van dansen. Iets anders maken dan plakkerige carbonade. Dat is koken. Piano, bloemschikken. Kijk hier. Onderzoek, debatteren en kritisch denken. Dat vind ik wel iets voor hem. Dus hij gaat het heel druk krijgen. Maar hij wil natuurlijk ook gewoon lekker snel aan de studie. Dus we beginnen met hem hier. We blijven nu ook thuis. Want ik wil eigenlijk dat ze samen eruit gaan. Maar ik vraag me af of dat wel kan. Want als ik dit nu kies. Ja, we gaan zo. We blijven wel even thuis. En dan gaan we later wel even kijken hoe dat werkt als je met 2 sims in een studentenhuis wil wonen. Maar ja, thuis. Kijk, hij moet wel gaan bijbetalen. Want hij volgt dus 4 vakken. Die allemaal 240 simoleons kosten. Maar ja, hij heeft een beurs van 500 simoleons. Hij heeft ook 200 simoleons beurs gekregen. Omdat hij dus een gerenommeerd niveau heeft gehaald. Ook al gaat hij nu geen gerenommeerde graad volgen. En dan hebben we nog 260 simoleons die we moeten betalen. Nou, je kan dus een lening doen, maar ze hebben 1000. Dus we kunnen het met het huishoudkapitaal betalen. Dat gaan we nu doen. Zo. En ook hij is ingeschreven. Hoe druk gaat hij het krijgen? Even kijken, maandag, woensdag en vrijdag. Nou, die heeft hij, de woensdag telt niet mee. Dus zijn lessen beginnen dus echt. Oh, kijk, op donderdag heeft hij dus ook. We hebben dus hier maandag, woensdag, vrijdag. Dan hebben we hier dinsdag, donderdag. Maandag, woensdag, vrijdag. En dinsdag, donderdag. Dus hij heeft gewoon elke werkdag les. En ja, oh kijk, hij moet hier een verslag schrijven. Dit is een tentamen. Dit is ook weer een verslag. Oh, we gaan het met hem lekker druk krijgen, zie ik al. Maar dan wil ik nog 1 dingetje gaan proberen. En dat is die. Het huishouden verhuizen. Want ik wil eigenlijk met z'n tweeën naar een studentenhuis. Maar ik vraag me af of dat dus kan. Ze zitten nu wel op dezelfde school. Dus op dat vlak kan het wel.
Maar ik hoop dus dat het ook werkt dat je met meerdere speelbare sims in een studentenwoning kan gaan wonen. Even kijken, we hebben hier de kaart en dit is dus Brightchester hier in het midden. Zij wonen nu hier, maar hier in het midden heb je dus Gibbs Hill. En Gibbs Hill heeft dus een bar en drie woonkavels en dus een bibliotheek. En wat het interessante aan deze woonkavels is, daar kan je dus met iedereen wonen. Je kan er met gezinnen wonen, met een zonderhuisdieren, peuters, kinderen, maakt allemaal niet uit. Dan heb je dus hier de Universiteit van Brightchester. Nou, die heeft een openbare kavel. Een ja, soort van studentenhuiskamer idee. En dan heb je dus ook 1, 2, 3 plekken waar je dus met studenten kunt gaan wonen. Maar dat is dus alleen voor studenten die op Brightchester Universiteit zitten. En dat betekent dus dat je kan geen peuters hebben. Je kan niet met een baby daar wonen. Je kan niet met kinderen daar wonen. Je kan niet met huisdieren wonen. Je kan ook niet met andere jongvolwassenen, volwassenen of oudere sims wonen die geen student zijn. Echt alleen studenten kunnen daar wonen. En hetzelfde geldt hier. Er zijn ook 3 plekken. Dus ook weer zo'n openbare kavel. Studentenhuizen zijn uitsluitend op inschrijving beschikbaar. Ah, dus je kan er niet wonen op deze manier. Dat moet dus echt als je dus je semester gaat registreren. Dat is wel jammer. Dan kunnen we ze niet allebei tegelijkertijd volgen. Dus dan gaan we dit semester ze wel allebei tegelijkertijd volgen. Waarbij ze allebei nu thuis wonen. Volgende semester gaan we dan scheiden. Maar dan blijven ze nu dus nog eventjes thuis. Dan wil ik jullie bedanken voor deze introductie op de Let's Play. Het is ons gelukt. Allebei de Sims zijn aangenomen op Foxbury Instituut. Allebei volgen ze nu een opleiding. En allebei volgen ze een opleiding die ze niet gaan afronden. Want ja, met haar gaan we uiteindelijk switchen van opleiding. En met hem wil ik uiteindelijk switchen van het niveau. Dus hij heeft nu het normale niveau. En dan gaan we uiteindelijk naar het gerenommeerde graad. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat ligt aan jullie. Blijven we... Nou ja, we kunnen wel switchen van niveau. Maar blijven we voor hem richting de advocaat gaan? Of vinden jullie het idee van rechter wel iets voor Casper? Laat dat dus weten in de reacties. Ik ga deze week nog verder met opnemen voor deel 2. En dan gaan we dus echt het hele campusleven ontdekken. Al wonen ze dit semester nog thuis. Maar dan vanaf semester 2 gaan we ze splitsen. En dan gaan we gewoon om en om doen of zo. Maar op dit moment wonen ze nu samen in Gibbs Hill. En zijn ze allebei ingeschreven in de universiteit van, nou ja, Foxbury Instituut. Het is geen universiteit, het is Foxbury Instituut. Bedankt voor het kijken. Zorg ervoor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Zet het notificatiebelletje aan, want deze week nog komt deel 2 van de Sims Hier Studentenleven online.